Nou, voor iedereen die nu pas inhaakt. Dit is een bespreking van het requisitoor. CQ, een hoax. Dit is document, daarvan denk ik dat dit dus echt het requisitoor is op basis waarvan Jasper Steringa veroordeeld is. En misschien heb ik dat fout. Dat zou kunnen. Ik ga verder met pagina 10. Even zoeken hoor. Er zijn zoveel pagina's. Zo, daar zie je. Op de vorige pagina, waar ik gebleven was in de vorige uitzending, daar stond als laatste. Tot welk. Oh, sorry. Tot welk. En dan gaan we nu naar de volgende. Tot welk resultaat dit heeft geleid en de daarbij behorende NFI-rapporten. Volgt u hem nog? Alle in beslag genomen biologische sporen, die zijn eerder doet er allemaal niet toe. Dus alle in beslag genomen biologische sporen, oh ja, die zijn ingebracht in een computer, zodat ons en tot welk? Dus deze stukken, dit is dan niet te begrijpen. Tot welk? Resultaat dit heeft geleid en de daarbij behorende NFI-rapporten. Geweldig. Op die wijze is de chain of evidence steeds te herleiden. Daar heb ik echt niets aan toe te voegen, behalve dat ik er ontzettend boos over kan worden. Dit staat helemaal nergens op. Nog aanwezige kledingstukken of goederen zijn opnieuw onderzocht op mogelijk aanwezige biologische sporen die vervolgens naar het NFI zijn gestuurd voor DNA-bepaling. Nou, dat is op zich een. De niet aanwezige kledingstukken, die kan je natuurlijk niet opnieuw onderzoeken. Kennelijk waren er kledingstukken en goederen die hebben ze vernietigd. Omdat ze kastruimte nodig hadden. En nu gaan we helemaal in de gory drag. Maar wat hier staat, weet ik echt niet. Hier worden zoveel vragen opgeroepen. Om het maar te zwijgen over dokter Kanter die zo dadelijk komt. Foto's van Marjan. Ja, ik zei, ja, je leest het voor, weet je, want je mag het helemaal niet zeggen. Foto's van slachtoffer zijn voorgelegd aan gerenommeerde Engelse patologen-anatoom en vergeleken in de Engelse National Injuries Database, NID, of NID op zijn Nederlands, om meer inzicht te kunnen krijgen in mogelijke werkwijze en typering van de verdachte. Gewoon uit eer voor het slachtoffer ontleed ik dit. Want anders zou ik dit niet doen. Gerenommeerde. Even kijken. Welke? Is er een bijlage van? Maar ze waren Engels, dat wel. En als iemand denkt dat pathologen anatoom verkeerd geschreven is, die heeft bij het verkeerde eind. Want deze meneer, of die nou Henk J. Maus heette, of dat het een, hè? Ik weet niet wie dit is.
Misschien is dit wel een hoax, maar dit klopt wel. Het is patologen-anatoom. Want het enkelvoud is patholoog-anatoom. En meervoud is patologen-anatoom. Om meer inzicht te kunnen krijgen. Nou, dat kunnen kan natuurlijk weg. Je leest allemaal met me mee, hè? Ik ga deze analyse niet in mijn eentje doen, want dan ben ik een idioot. Hier wordt het woordje de weggelaten. Dat doe je in een titel of zo. Maar het gaat namelijk over de mogelijke werkwijze en de typering van de verdachte. Dan gaat hij door met forensisch geneeskundige uit Noord-Nederland. Over dat National Injuries Database onderzoek, vergelijkingsapparaat en gedoe, daar komt hij niet meer op terug. We gaan het nu hebben over Noord-Nederland. En die hebben geassisteerd bij het checken. Nou, dit is volgens mij geen Nederlands woord. Wij spreken over controleren. Rechercheren, respecteren, zeg maar iets. Hè? Van de opgedane bevindingen van het 3D-team. En het waren forensisch geneeskundigen uit Noord-Nederland. Dus ja, die mensen in Zuid-Nederland hadden geen tijd. En Brabant, die had ook wat anders. En ja. En West-Friesland, hoort dat ook bij Noord-Nederland? Waar hebben we het eigenlijk over? Is dat een of ander juridisch district? Ik denk het niet. Al het onderzoeksmateriaal, we krijgen zo een rode streep, door we even weer lachen. Al het onderzoeksmateriaal is voorgelegd aan dokter Kanter, die als vooraan staat. Profiler, een zoveel mogelijk, en hier zit de blunder van de eeuw. Want er is niet zoiets als wetenschappelijke onderbouwd daderprofiel. En die E hier, ik zal hem voor de lol gewoon, ik ga even inzoomen. Maar dit hoort dus echt niet. Deze E moet hier weg. Het is een wetenschappelijk onderbouwd daderprofiel. En we mogen ervan uitgaan dat de officier van justitie, die zo dadelijk een man voor 18 jaar de bak in gaat sturen, dat die al zijn spullen, dat het allemaal klopt. Niet eens zoveel mogelijk, nee. Wat we willen, het onderzoeksmateriaal, dat moet een daderprofiel zijn. En niet een zoveel mogelijk wetenschappelijke metaalfout onderbouwd door dokter Kanter. Waarbij dokter hier had een punt achter moeten staan. En wat voor een dokter is het dan? Een dokter in de weetnietkunde? En kan ik hem googlen? En waar staat zijn bronvermelding? Hebben we het hier over... Ik wil het niet al te zwaar maken natuurlijk voor jullie. Het is al erg genoeg. Maar ik kan nog een paar analogieën leggen. Met een of andere dokter. De plaatsdelict is uitgebreid bestudeerd aan de hand van opgewaardeerde foto's. Ik heb jullie gewaarschuwd, het wordt alleen maar erger. Hè? Metingen en proefondervindelijke constateringen. Daarbij is gebruik gemaakt van een stand-in met lichaamsmaten vergelijkbaar met die van Marianne.
Nu moet je hem al voelen zien komen. Want hier komt het woord lichaamsmaten. Eigenlijk moet je nu gewoon stoppen en de rest van die uren die ik nog ga doen. En dit is pure woede / verdriet. En je mag het zelf invullen wat je het belangrijkste vindt aan mijn uiting. Was het nou woede of was het verdriet? De plaatsdelict is uitgebreid bestudeerd. Aan de hand van opgewaardeerde foto's. Dat betekent dus dat niemand die meedeed aan de uitgebreide bestudering is echt in het weiland geweest. En ook het fotomateriaal, dat moest opgewaardeerd worden. Want ze konden het niet goed zien. Daarbij die politiepost in, ik weet niet waar die politiepost was, Kollum, buitenpost, daar hadden ze niet een driepoot, een statief, met iets van een lullig cameraatje van €300, om een 6 megapixel opname te maken. De foto's moesten opgewaardeerd worden. Vaag fotomateriaal dus. En dat vage fotomateriaal, dat is uitgebreid bestudeerd. En ook hebben ze metingen gedaan. En proefondervindelijke constateringen. Daarbij is gebruik gemaakt van een stand-in. Ja, van de proefondervindelijke stateringen, neem ik aan. En niet van de opgewaardeerde foto's. Het is niet zo dat aan de hand van de opgewaardeerde foto's is gebruik gemaakt van een stand-in. Of aan de hand van metingen is gebruik gemaakt van een stand-in. Met lalala vergelijkbaar met die van slachtoffer. Ga het steeds leuker vinden. Steeds is gewerkt met hypotheses die geprobeerd werden te onderbouwen, maar vooral ook te ondergraven. Nou, en nu, eigenlijk is dit gewoon filosofieles. En nu leer je van metafysica en waarheid. En hoe het nou eigenlijk effing in elkaar zit. Het is in ieder geval niet zo zoals de man die pretendeert Henk J. Maus te zijn, het is misschien wel zelf. Ook nog, dat is ook nog mogelijk, hè, dat Henk J. Maus dit zelf heeft geschreven en zelf heeft voorgelezen ook nog een keer. En dat laatste zou echt heel erg zijn en dat is waarschijnlijk waar. Dat die familie erbij zat. Dat is heel erg. Maar goed, laten we terugkeren naar, laten we lekker lachen. Filosofie. Dus steeds is gewerkt met hypotheses die geprobeerd werden te onderbouwen. Komma. Ja, daar mist een komma als je met me meelezen. Maar vooral ook te ondergraven. Nou, een hypothese, dat is een veronderstelling. En die moet je natuurlijk proberen te onderbouwen. Want als je hem niet onderbouwt, ja, ik kan ook zeggen, oom Frans gaat vreemd. Omdat ik een of andere waarneming heb gedaan of zo, dan krijg ik plotseling die gedachte. Nietzsche heeft er heel mooi over gesproken. Een mens kan echt van alles denken. Je kan op een gegeven moment denken, oom Frans gaat vreemd. En zo mag je als politieman ook allerlei dingen
veronderstellen. Want ik ga er eens vanuit. Stel nou eens dat. Hè? En natuurlijk moet je die onderbouwen. Maar vooral ook te ondergraven. En dat laatste snap ik niet helemaal goed. Want een hypothese, die baseer je toch ergens op? En die moet je gewoon goed uitzoeken. En dat lukt je. En dan heb je een theorie. Dan kan je zeggen, ik had deze hypothese, en volgens die hypothese zou dat en dat en dat en dat en dat allemaal gebeurd zijn. En laat het nu ook echt zo zijn. Dan heb je een theorie. En dat is de overgang van hypothese naar theorie. Dat werkt via het experiment of het onderzoek. En dat mag ook theoretisch zijn. Maar het onderzoek, dat moet ergens op slaan. Een hypothese zegt niks. De volgende zin wordt voor mij heel makkelijk, want daar kunnen we echt helemaal gehakt van maken. Hier staat de hele plaatsdelict en daar staat de plaatsdelict. Ja? Zien jullie de verschillen ook of moet ik alles voorlezen als een oude lul? Ja. We hebben natuurlijk maar één ding waar het gebeurd is. En dat is dat weiland waarvan het kadasternummer niet eens mogen weten. Dat kadasternummer van het weiland is geheim. Maar waar het gebeurd is bij die boomwal, dat wordt nu dan opgeschreven met de hele en dan hoofdletter P, hoofdletter D. En wat staat hier? Gewoon kleine letters. En mag dat zomaar? Nee, natuurlijk niet. Als je dat niet snapt, dan moet je maar. Er is echt een groot verschil tussen hoofdletters en kleine letters. Gewoon Nederlandsetaal.nl of zo, website, look it up. Wordt echt heel smerig. Hè? De hele, hier kan je het al aan voelen, hè? Dat hij hier al het publiek gaat beledigen. En nu wordt het echt erg. De weg ernaartoe is opgehakt in 20 delen. En dan hier hebben we weer dat leuke woord, hypothese is geformuleerd. Dus we hebben over ieder stuk een fantasie gehad. Waarom 20 delen? Ik heb het niet meer over die schrijffout, daar had 20 moeten staan. Waarom 20? En welke delen waren dat dan? Na onderzoek is stelling genomen door het 3D-team, wederom zonder streepje. De eerste keer was kennelijk. Nee, het is gewoon niet goed. Het is gewoon het 3D-team, toch? Maar goed, het derde team, door het derde team, zonder. En dit is echt. Als ik de moeder van slachtoffer was. Oh, man, de woede. Zonder die conclusies keihard neer te zetten. Maar te plaatsen onder de noemer van meest waarschijnlijke scenario. En Jasper Steringa, die gaat voor 18 jaar de bak in. Is er behalve ik nog iemand anders die dit doet denken aan de rechtspraak zoals die plaatsvond in de tijden van de Inquisitie? Of praat ik Frans of zo? Blijf hier even bij. De noemer van de meest waarschijnlijke, van het meest van
ja, het meest waarschijnlijk natuurlijk, hè, maar hij kort zich af, juridische. Dit is bewust gedaan. Nou, ik heb echt teruggespeurd met waar deze term op slaat. Ik hoop dat jullie slimmer zijn dan ik. Stuur me een e-mail. En dat je vertelt, ja, dit, dat slaat op. Maar wat? Wat is bewust gedaan? Omdat het onderzoek de nodige beperkingen kent vanwege het tijdsverloop. Oh, ja joh. Wat voor een tijdsverloop was er dan? Volgens mij is slachtoffer om een uurtje of 12 s'nachts nog gezien. En daarna alleen haar lichaam. We hebben het hier niet over iemand die al 3 maanden zoek is of zo. Het is gewoon best wel korte tijd. En nu worden we echt smerig. Een andere is dat het lichaam van Marianne zelf niet meer gezien kon worden en afgegaan diende te worden op foto's en rapporten van deskundigen, zoals artsen en patholoog-anatoom. En hier had hij gewoon moeten zeggen patholoog-anatoom. Dus zoals hij kan ook zeggen deskundigen, zoals arts, en dan hier een enkelvoud, dan kan dit gewoon weg. Hè? Arts en patholoog-anatoom. Artsdeskundigen of patholoog-anatoom-deskundigen. Maar als je hier een meervoud gebruikt, dan moet je daar ook een meervoud gebruiken. Want anders wek je de indruk dat er meerdere artsen waren en maar 1 patholoog-anatoom. Sorry. Dat is een vreemd woord natuurlijk. En dat het lichaam van Marianne zelf niet meer gezien kon worden. Gaan we even naar links. Kijk of het lukt. Ik denk dat iedereen weet dat als je keel doorgesneden is, even voor mezelf pratend, dan is je lichaam na 13 jaar niet meer te zien. En dat is dus niet een andere is. Een andere van wat? Dit is straattaal. Het is net. Ja, ik ga veel om met mensen die ja, soms zijn ze geboren in Noord-Afrika. Of nou ja, ze hebben niet altijd even goede taalles gehad. Of vonden het niet belangrijk of zo. En die zeggen wel eens een andere is. Maar niet een officier van justitie. In functie. Wat mij betreft. En ik kan er echt aan toevoegen dat als jullie vinden dat dit soort mensen dit soort taalgebruik gewoon mogen uiten en dat op basis daarvan een boer uit Oud-Woude, de man ken ik niet eens. Maar die zit dus al in de bak. Ik wil alleen maar. Ik zie al gelijk een heel erg woord. Ik hoop dat jullie het ook zien. Want anders ben ik de enige die naar deze gore drek kijkt. En ik beschuldig niet Henk J. Maus persoonlijk, want misschien heeft hij dit wel niet eens geschreven. Op één onderdeel van het onderzoek
heeft deze beperking met name een cruciale rol gespeeld, namelijk bij de hypothese of Marianne al dan niet of slachtoffer al dan niet buiten bewustzijn of zelfs dood was op het moment dat zij, en dat spreek ik niet uit, op basis van twee aangetroffen kleine wondjes die kennelijk niet gebloed hebben op beide bovenbenen van slachtoffer, nogmaals alleen op basis van uitvergrote foto's geanalyseerd, wordt door enkele deskundigen als meest waarschijnlijke conclusie gesteld dat deze mogelijk zijn aangebracht na overlijden. De deskundigen zijn niet eensluidend en geven aan dat buiten bewustzijn of stervend, ik haat degene die dit geschreven heeft, ook een mogelijkheid is. De wondjes passen, en dan krijg je een hyphen, een streepje, zoals later zal blijken, streepje, bij het doorsnijden van, en dit vervang ik even, door, welk woord kies ik hier? Textiel. Kleding. Bij het doorsnijden van de kleding van Marianne. En nu mag iedereen die hier nog steeds naar luistert gaan begrijpen, want we zitten pas op pagina 11. En we gaan tot pagina 51. Deze pagina's hebben de familie Vaatstra onder andere ook aan moeten horen. En ik wil dat jullie stilstaan bij de beledigingen, de vernederingen die die familie heeft moeten ondergaan. En dat jullie een keertje wakker worden. En dat je er maar een keer de tijd van neemt om in plaats van naar Holland Favorite Models te kijken, hier maar eens naar gaat kijken. Misschien voorkom je daar wel mee dat je eigen dochter of je eigen nicht of je eigen buurmeisje, ja, de Engelsen die spreken over repent. Look it up on YouTube. Ik lees dit lekker voor. Hier hoort een komma. En dit woord, ik wijs het alleen maar aan, en dan gaat hij later uitgebreid over uitweiden. Hoe het kan dat er sperma gevonden is bij de anus van Maria van slachtoffer. Hoe kan dat? En hij heeft een heel verhaal verzonnen over, het ging alleen maar over dit. En waarom wist hij dat? Nou, ik denk dat degene die dit requisitoor geschreven heeft, die wilde gewoon een stelletje gore drek opvoeren om iedereen de stuipen op het lijf te jagen. En
Dan heeft ze hier nog. Even kijken hoor. Dit is zo erg, deze teksten. Hier, ja, ik zie hem, ja. We hebben hier dus deze term. Buitenbewustzijn. Zelfdood. En dan krijgen we hier. Waar staat hij nou? Ik kan het bijna niet lezen. Ja, hier staat hij. Stervend. Dus 1, 2, 3. Waar is de term bij leven? En dan zegt hij hier, nogmaals, alleen op basis van uitvergrote foto's geanalyseerd. En dat is dus echt een vieze, vuile, gore leugen. Want, ik hoop dat jullie met mij opletten en dat je de vorige pagina nog herinnert. Hij heeft het hier over opgewaardeerde foto's. En dat is iets anders. Als je een foto uitvergroot, dan maak je hem gewoon groot, meer niet. Maar als je hem opwaardeert, dan ga je de pixels veranderen. En dan kan je allerlei kleuren gaan zien die in het echt er helemaal niet zijn. Dan kan je ook van alles gaan zien. Dan gaan we met een grafisch man praten. Die opwaarderen is in principe, photoshoppen. Dus gefotoshopte wordt hier verteld als uitvergroot. En het slaat helemaal nergens op. En de enige foto die ik van slachtoffer heb gezien, was gewoon een hele slechte foto. Dat was 57 kb of zo. Terwijl als ik een foto neem, is dat. Nou ja. Ik heb een foto van 6 megapixels minimaal. Uitvergrote foto's, want normale foto's hadden ze niet. Wordt door enkele deskundigen als meest waarschijnlijke conclusie gesteld dat deze mogelijk zijn aangebracht na overlijden. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, is verdachte de dader? Dat is de vraag. En niet hoe het precies in elkaar zat. Want het erge is dat we Marianne Vaatstra nooit meer gaan zien. Het is niet zo dat ze morgen terugkomt. En wie, oh wie, heeft dat gedaan? De deskundigen zijn niet eensluidend en geven aan dat buiten bewustzijn of stervend ook een mogelijkheid is. De wondjes passen, zoals later zal blijken, bij het doorsnijden van. Dit heeft dus. Dit is echt lelijk. En nu wordt het nog veel erger. Buckle up. Hier ontbreekt weer een. Ik begin met de makkelijke dingen. Komma zit hier missen. Wel gebloed hebben. Komma. Maar. Eventuele foto's. Komma. Omdat. Verplaatsingen met het lichaam. Dat is dus niet verplaatsingen van. Ja, dus verplaatsingen met het lichaam, dan zou je zeggen. Ik ben met het lichaam naar Zwaagwesteinde gelopen. Dat is een verplaatsing met het lichaam. Dat gaat om verplaatsingen van het lichaam. Van slachtoffer nadat zij gevonden is. En hier staan twee spaties. Knip- en plakwerk.
exact te herleiden, comma, zodat geen 100%, nou, dat kan je gewoon weglaten, want ik kan net zo goed zeggen zekerheid, is te geven, ik zou zeggen te geven is, maar ja, is te geven, over de al dan niet, en dat is overbodig, aanwezigheid van bloed op de benen. Jullie mogen allemaal nu eventjes een glaasje water gaan halen. Dan neem ik eventjes de details door. Ik ga als eerst even... geen onderzoek. Nee, door het gras. Die is het leukste. Kijk, dat staat hier. Kijk, je kan zeggen dat die bloedsporen, of dat bloed, die zijn afgeveegd met gras. Ja? Dus ik als mens kan gras pakken en ik kan wat afvegen met het gras. Maar het gras zelf, dat kan niet afvegen. Dus dat is, ik weet niet, hij spreekt Swahili's of zo. Want hier staat het. Maar afgeveegd kunnen zijn, bijvoorbeeld, door het gras. Afgeveegd door het gras. Volgen jullie het nog? Ja? En dan pak ik hier deze. Geen onderzoek. Die eventuele bloedsporen zijn ook niet te ontdekken op foto's, voor zover dat al is vastgelegd, comma, omdat daar destijds geen onderzoek naar is gedaan. Dit moet je op je in laten zinken, want dit is dus onze rechtspraak. Hier is een officier van justitie aan het woord. En die gaat zo dadelijk ook een pleidooi houden, of een requisitoor houden, sorry, een requisitoor, tegen jou. Op deze manier. Wil niemand angst aanjagen, hoor. En dit is dus gewoon waar. Er is geen onderzoek gedaan naar bloedsporen. In het weiland lag ook geen bloed. Of in ieder geval niet de 3 liter die je zou verwachten als je een jonge vrouw keelt. Ik ga even door met de woorden van Henk Maas. Waarom is dit nu zo van belang? Ik noem dit omdat dit de moeilijkheid van het onderzoek door het 3D-team treffend weergeeft en de enorme inspanning die het gekost heeft om op basis van minimale gegevens zoveel mogelijk duidelijkheid. Laat ik er maar om lachen. Dit is niet om te lachen. Zoveel mogelijk duidelijkheid te hebben kunnen geven. Zijn er nog bij of lig je al op de grond? Met handen om je buik, met je knieën omhoog. Ik ga hem er even voor, gewoon om te zeiken. Gewoon, het is alleen maar, dit is puur zeikerij. Als iemand mij dit kwalijk neemt, is dat alleen maar terecht. Waarom is dit nu zo van belang? Ik noem dit omdat dit de moeilijkheid van het onderzoek door het 3D-team treffend weergeeft. En waar hebben we het dan over? We hebben het over
dat niet alle verplaatsingen van het lichaam van Marianne... Ja, dat precies, ja. Dit is de moeilijkheid van het onderzoek. Treffend. Ze konden niet alle verplaatsingen van het lichaam... En de enorme inspanning die het gekost heeft om op basis van minimale gegevens... Ja, inderdaad. Hè? Je weet, het was bij de Keningswei. Je weet precies wat het was. Het was bij die boomwal. Daar lag het lichaam van een jonge vrouw. Die was gekeeld. Er ligt geen bloed in het weiland. Er is wel een fiets. En die is gestolen in Buitenpost. Nou, het lijkt mij dat je dan niet minimale gegevens hebt. Het lijkt me dat je dan sterft van de gegevens. De volgorde van handelingen kan uiteindelijk toch pas gereconstrueerd worden... mede aan de hand van de verklaringen van de verdachte. Als deze tenminste volledige openheid van zaken geeft. Dit is weer gewoon een herhaling. Dus deze hele zin kan je skippen. En dit stukje zin, dat sloeg al nergens op, want dat was van de vorige pagina. Geen mogelijkheid is onbesproken geweest in de zoektocht naar nieuwe bouwstenen die bij kunnen dragen aan een vernieuwd onderzoek. Uiteindelijk is, nogmaals binnen de genoemde beperkingen, welke beperking eigenlijk? De betrokkenheid van de lokale bevolking? Was dat de beperking? Was de beperking dat je er bijna 13 jaar over doet... voordat je eindelijk opkomt draven met mogelijk een dader? 13 jaar heb lopen zoeken? Terwijl die man allang een nieuw bestaan in Thailand had kunnen opbouwen? De algemene stelling vanuit 3D... onderzoek. Kijk, en dit is weer een nieuwe term. Want dat was het 3D-team, toch? Het is het onderzoek van het 3D-team. Over het misdrijf in 2008 als volgt formuleerd. Oké, dus het 3D-team was in 2008 al helemaal klaar met onderzoek. In oktober 2007 werden ze aangesteld. En in 2008 wisten het, toch? Ach, en nu... Oké, zo dadelijk weer de pauze, want anders red ik het echt niet. Marianne is alleen, zonder haar vrienden, vanuit Buitenpost weggefietst in de richting van de Keningswei onder Veenklooster. Er is toevallig contact ontstaan tussen Marianne en de latere dader, waarbij in eerste aanleg geen sprake is geweest van gedwongenheid. Maar misschien is Marianne zelfs wel vrijwillig meegegaan het weiland in, daarna de latere plaats delict. Marianne heeft echter geen daadwerkelijk seksueel contact willen hebben. Daarom is ze verkracht. Ik moet even ademhalen, want dit is natuurlijk wel heel erg dat ik dit moet voorlezen. En ik lees het letterlijk voor, hè? Het is gewoon om jullie uit te schelden. Het is zeer wel mogelijk dat Marianne al dood was op het moment dat ze werd verkracht. De dader was niet afkomstig van het nabijgelegen asielzoekerscentrum De Poelplaats. De dader was waarschijnlijk iemand uit de lokale bevolking, uit de directe omgeving of had daar een ankerpunt. De dader was van West-Europese afkomst. De dader had geen zogenoemde reepkit bij zich, maar heeft gebruik gemaakt van de dingen die hem voorhanden waren. Zo is Marianne hoogstwaarschijnlijk geboeid geweest met haar eigen BH, waarmee ze ook gewurgd is. Er moet rekening mee gehouden worden dat de rugtas van Marianne ook gebruikt is ten behoeve van een deel van de verwerking. Nou, in dit stukje tekst wordt dus de voornaam van slachtoffer 1. Dus als ik in dit latere stukje audio nog de voornaam van slachtoffer noem, bedoel ik alleen maar de voornaam. En niet dat meske zelf. Ik noem dat meske slachtoffer.
Daar Femke. En we gaan weer van voor naar achter helemaal ontleden. Slachtoffer is alleen zonder haar vrienden. Nou, die zien jullie hopelijk inmiddels wel. Nu weten jullie wat een tautologie is. Vanuit Buitenpost weggefietst in de richting van de Keningswei onder Veenklooster. Dat slaat nergens op. Want de Keningswei die ligt gewoon onder Veenklooster. Maar de Keningswei loopt ook niet boven Veenklooster. We hebben het gehad over de Westerreen. En dan moest ik maar weten waar de Westerreen was. Maar nu wordt er gezegd dat de Keningswei dat die ten zuiden van Veenklooster ligt. Dat zal ook wel zo zijn. Het is gewoon de Keningswei. En niet per se dit. Er is toevallig contact ontstaan tussen slachtoffer en de latere dader. Was er een eerdere dader? Of zitten we hier gewoon tekst te vullen? Waarbij, kijk, en nu komt hij dus. Want op de eerste pagina, ik zal hem niet terugpakken, maar je kan zelf naar het eerste filmpje gaan kijken. Hier staat hij. In eerste aanleg geen sprake is geweest van gedwongenheid. En dan de meest vunzige opmerking. Misschien is Marianne zelfs wel vrijwillig meegegaan. In de na de latere plaatsdelict. Hij zegt het echt. En dit heeft de moeder van slachtoffer aan moeten horen. Later gaat hij dit allemaal ontkennen. Straks gaat hij zeggen, nee, het was voor een stukje waar en het andere was wel waar, maar niet helemaal. Want Jasper Steringa moet voor 18 jaar de bak in. En dat kan hij dus niet voor elkaar krijgen als slachtoffer vrijwillig meegegaan was. En dan lukt het hem niet. Hij moet het eventjes herhalen. Dit is namelijk het 3D-team die in 2007 zijn aangesteld. En in 2008 hebben ze dus dit geformuleerd. Hoeveel heeft dat gekost? Hoeveel man zat er in het 3D-team? Hadden ze allemaal auto van de zaak? Hier verdenk ik meneer... Nou, degene die... dit formuleert, of dat nou Henk Maus was, of iemand die Henk Maus wil kleineren, afpersen, afzeiken of zo. Daarom is ze verkracht. Dat klopt. Want als ze vrijwillig meeging, dan kan er geen sprake zijn van verkrachting. Marianne heeft echter geen daadwerkelijk zonde. Daarom is ze verkracht. Squeeze me? Ze ging vrijwillig mee een weiland in. Naar de latere plaats delict. Maar ze wilde geen daadwerkelijk seksueel contact. En daarom is ze verkracht. Snap het nog? Vrijwillig meegegaan het weiland in. Daarom is ze verkracht. Omdat ze namelijk niet daadwerkelijk seksueel contact wilde hebben. Ze wilde gewoon een beetje lief samen zijn. Gewoon een beetje knuffelen met een oude boer uit Woudhoude. Oudwoude, sorry. Zoiets. Hè? Dit is natuurlijk heel erg mogelijk. Hè? Het is zeer wel mogelijk dat
op het moment dat ze werd verkracht. Dat gaat hij zo dadelijk allemaal weer leggen. De dader was niet afkomstig van het nabijgelegen asielzoekerscentrum. En dit begrijp ik niet helemaal, want hier had gewoon een koppeltekentje mogen staan. En dan was deze zin iets beter uitgelijnd. De tekst is gewoon niet bewerkt. En dit hoeft ook niet. En volgens mij is het de eerste keer dat hij deze term noemt. Hij zou gewoon zeggen het nabijgelegen AZC. Maar het beter kunnen zeggen, ja, de poolplaats. De dader was waarschijnlijk iemand uit de lokale bevolking uit de directe omgeving of had daar een ankerpunt. Nou, dan kom ik gelijk terug op Wolfgang Hebben, Ludger Diehl en die asielzoeker die daar zat en die ook een kamer had boven die wietwinkel in Leeuwarden. Dat zijn dus ook mensen die daar in de rondte liepen. De dader was van West-Europese afkomst. Dat heb ik even nagezocht wat dat precies betekent qua DNA. Kijk, wij Noorderlingen, wij worden ook wel genoemd Caucasiërs. En ik vind dat zelf een scheldwoord. Want het lijkt mij een beetje op kaklui. Van kak, 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 kak. Noorderlingen. En ons DNA-patroon, of ons profiel, of mitochondriaal, of zeg maar hoe je dat wil noemen. Dat komt inderdaad voor. Ik bedoel, mensen uit Turkije, die zijn in principe niet te onderscheiden van ons. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dus met Aziaten is het wat anders en met Molukkers is het anders. Maar West-Europees, dat heet ook wel Aries. Nou, dan moet je weten dat Iran, dat is de naam van het land der Ariërs. Ja, dus, ja, West-Europees, dat kan overal vandaan komen hoor. Dat betekent echt niet dat je in Texel geboren bent. De dader had geen zogenoemde rape kit bij zich, maar heeft gebruik gemaakt van de dingen die hem voorhanden waren. Nou, een rape kit, ik weet niet wat een rape kit is. En het gaat hier over een zogenoemde rape kit. Wat Henk Maus hier probeert te vertellen, en dat zal ook blijken uit de rest van het verhaal, dat de dader, of de verdachte, die ging gewoon een eindje fietsen. Nadat hij zijn koe had gekalfd. Dus ja, waarom zou die een reepkit bij zich hebben? En wat is een reepkit? Is dat een flacon met ether en dan watten of zo? GHB? Wat is dat? Hij heeft gebruik gemaakt van de dingen die hem voorhanden waren. Nou, zo dadelijk zal blijken dat volgens Henk Maus heeft hij met name gebruik gemaakt van zijn mes. En wat hij hier zegt, zo is Marianne hoogstwaarschijnlijk geboeid geweest met haar eigen BH. Nou, dan laten we dan vooral stilstaan bij het woord hoogstwaarschijnlijk. Want hij heeft al verteld dat verdachte, dat is een leugenaar. Dus hoe kan hij afgaan op zijn getuigenis? Zo is Marianne hoogstwaarschijnlijk geboeid geweest met haar eigen BH, waarmee ze ook gewurgd is. Dus kennelijk had Marianne twee BH's.
Ze had dus een BH en ze had ook nog een BH waarmee ze ook gewurgd is. Ja, laten we even Nederlands leren, mensen allemaal. Haar eigen BH waarmee ze ook gewurgd is. Ze had nog een BH in haar rugzak zitten, maar daar was ze niet mee geboeid. Er moet rekening mee gehouden worden dat de rugtas van Marianne ook gebruikt, van slachtoffer ook gebruikt is ten behoeve van een deel van de verwurging. De rugtas. Hoe kan je nou een rugtas gebruiken ten behoeve van een deel van de verwurging? En dan moeten we alleen maar we moeten er rekening mee houden. Niet dat Henk Maus het al weet. Ben jij gek? Henk Maus weet helemaal niks. Die weet alleen maar dat Jasper Steringa het gedaan heeft. En tot nu toe heeft hij nog helemaal niet duidelijk gemaakt. En we zitten al op pagina 12. Waarom Jasper Steringa het gedaan heeft. Uit al deze voorgaande pagina's leidt Henk J. Maus af dat hij eigenlijk wel klaar is. Want hier gaat het om. Kan ik iets groter krijgen? Nee, dit is te groot. De dader was alleen en heeft zowel de verkrachting als de moord op één en dezelfde plaats delict gepleegd. Nou, jullie mogen allemaal jullie Central Processing Units aanzetten nu en weten waarom dit zo is. Wat heb je tot nu toe van Henk J. Maus gehoord? Ik heb al zijn woorden voorgelezen. Ik heb alles gehoord. Hoe weet jij nou dat de dader alleen was en dat hij allebei heeft gedaan? En dat het op dezelfde plek was. Hoe weet jij dat? Als jij dat zeker weet, dan stuur een e-mail naar perry7@mac.com en dan hoor ik je grog. Ik ben razend benieuwd. Ik druk nu even op pauze.